In verband met 160 jaar afschaffing van de slavernij organiseerde Henry Frans de Zielstichting in samenwerking met de subcommissie Kitty Kotti van de Nationale Commissie Jubileumjaar een schrijfwedstrijd voor leerlingen van het VOJ onderwijs. Op maandag 12 juli 2023 is het startsein van deze wedstrijd gegeven op de CR Verwijnschool. CDS sprak Siegmien Staphorst. Zij is ondervoorzitter van de subcommissie Kitty Kotti. Dus laat me beginnen bij de Nationale Commissie. De Nationale Commissie voor de jubilea in dit jaar. Want we hebben de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie, 160 jaar Kitty Kotti en 170 jaar Chinese immigratie. En de commissie die dit allemaal coördineert, dat is de Nationale Commissie voor de jubileumvieringen. En die staat onder leiding van de heer Jack Uden. En dan zijn er drie subcommissies. En dit project is van de subcommissie Kitty Kotti. En de subcommissie Kitty Kotti heeft in de loop der tijden, in voorbereiding tot dit jaar, dit jubileumjaar, een groot aantal organisaties benaderd om projecten in te dienen. En er zijn 22 projecten, eigenlijk zijn er meer ingediend, maar 22 zijn goedgekeurd door de Nationale Jubileumcommissie. En wij hebben erop gelet dat bij die 22 projecten er veel educatieve activiteiten zijn ook. En het allereerste project heeft betrekking op een educatieve activiteit. En jongeren die eigenlijk bij het geheel betrokken zullen worden. Waar het om gaat is dat wij heel graag vanuit de commissie willen dat jongeren ook zelf aan het werk gaan om informatie te verzamelen over hun verleden. Want zoals u weet hebben jongeren niet zoveel belangstelling. Ze zijn bezig met hun apps en dergelijke. En we hopen echt dat we met de projecten die we eigenlijk hebben uitgezet, dat we aan het einde van het jubileumjaar kunnen zeggen, oké, we hebben een goede stap gezet, maar het is niet voldoende, want we gaan dan gewoon doorgaan als organisaties. Omdat het niet alleen gaat om 160 jaar Kitty Kotti, het gaat erom dat je iets neerzet dat je kan vervolgen. En dat is het belangrijke. We beginnen dus met een opstelwedstrijd en we hopen dat de jeugd zich heel erg inzet. Want het gaat erom dat zij gaan roeten in hun eigen verleden. En doordat ze veel gaan lezen, gaan ze ook meer weten en ook meer belangstelling kweken. En als ze dat gedaan hebben, gaan ze ook oefenen om te schrijven. Want we hebben ook weinig mensen in Suriname die schrijven. Dus dat willen we dan ook vanaf de jongeren ontwikkelen. En als ze schrijven, gaan ze schrijven over, niet alleen over het verleden, maar ze gaan ook schrijven over natievorming. Hoe komen we tot één natie? Namens de Nationale Commissie voor de jubileumjaar voel ik me vereerd om hier aanwezig te zijn. Het is een van de projecten ingediend door de subcommissie Kitty Kotti viering. En ik moet toegeven dat het een van de weinige projecten is die aan bijna alle vijf selectiecriteria heeft voldaan. En de selectiecriteria waaraan dit project voldoet is namelijk de jeugd betrekken. En het moet een educatief karakter hebben, het moet landelijk uitgevoerd worden en het moet een nationaal belang hebben. En ik denk dat het zeer om de subcommissie te bedanken voor het indienen van dit project en voor het ontwerpen van dit project. En wij hebben volgaande dus ook onze medewerking daaraan verleend. Aan de kinderen die hier aan gaan meedoen, landelijk wil ik meegeven. De kinderen van tegenwoordig hebben niet zoveel barrières en muren om met elkaar om te gaan als het betreft etniciteit en culturele achtergrond. Dus het zal iets makkelijker vergaan dan onze ouders, wij ouderen. Ik wil de kinderen een tip geven. Begin eerst na te denken. Wat zou ik doen als ik president was van dit land? Om ervoor te zorgen dat alle groepen redelijk met elkaar kunnen samenleven. Dat is één. Lees je opstel een paar keer en bedenk dan pas een titel voor je opstel. En vanuit het kabinet kan ik aangeven dat wij een extra prijs van 5000 SLD toekennen aan de winnaar van
winnares of winnares van deze opdracht te luisteren. Zo, het gaat je goed. Dankjewel. Ik zie verschillende bevolkingsgroepen voor me, dat zien we allemaal. Het is heel mooi om dat te zien, maar belangrijk is dat we zorgen voor bewustwording onder onze jeugdigen. Dat we gaan doen aan natieversterking en dat doe je door kinderen te betrekken op een heel ontspannen manier. Om ze dus een opstelwedstrijd te laten doen, zodat behalve dat het gaat om die wedstrijd, dat het gaat om de informatie die ze verzamelen en tot zich nemen. En daarmee die bewustwording op gang gebracht kan worden. Dus ik vind het van eminent belang dat deze kinderen de gelegenheid krijgen, allemaal, vooral, het is een nationaal belang, dat ze de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan zo'n wedstrijd, zodat we kunnen zeggen als zeg maar opvoeders, dat we werken aan een stukje natievorming naar onze kinderen toe. Het thema is slaaf, ja, eigenlijk, ja, in, ja, je kan gewoon zeggen natievorming. We hebben een naamgeving daaraan gegeven, maar wat wij willen prikkelen is vooral natievorming. Door historisch onderzoek eigenlijk. En leerlingen mogen landelijk hieraan meedoen? Is er een criteria aan verbonden? Ja, er zijn criteria. De criteria zijn altijd zo, hoe ze heel detailistisch. Maar het gaat erom dat er een opstel wordt geschreven dat 500 woorden bevat. En je mag eigenlijk naar 550, maar niet meer. En dat betekent, het is eigenlijk wel moeilijk hoor, om dat wat je wilt zeggen in zo weinig woorden te zeggen. En dat is ook een oefening. Het is een oefening voor de jeugd om met weinig woorden heel veel te zeggen. En eigenlijk is dat het belangrijkste criterium. En we gaan alles bekendmaken zodat ze weten. Ze moeten ook op de computer werken. Dat is ook een extra oefening voor de jeugd. Want ze moeten het opstel in Word indienen. Dus het moet in Word geschreven worden en het moet gemaild worden. Dus al dat soort prikkelingen zit eigenlijk in het project. En wanneer we dit alles breed bekend gaan maken, dan gaat ook blijken naar wie ze moeten mailen en naar wie ze moeten schrijven.